Wij zijn een verticaal geïntegreerde groep van, van, van specialisten. In het kort willen we gewoon die, 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 die duurzame energie bij, bij iedereen brengen. Solar wordt gewoon het nieuwe olie en gas omdat het zo, zo krachtig is, omdat we technologisch ook zo ver staan en omdat het er elke dag is. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op 7D TV, waarin ik in gesprek ga met inspirerende ondernemers. En mocht je luisteren via de podcast, ook van harte welkom. Uh, bij mij te gast, Rafael Jansens van Ecoris. Rafael, van harte welkom. Dankjewel. Uh, om eens met de eerste vraag te beginnen. Uh, een, een echte techie uh, bij mij te gast. Helemaal, hart en nieren. Ja, altijd al geweest? Altijd geweest. En hoe lang uh, hoe, hoe oud was je dat je wist van hey dat zonne-energie, want dat is wat Ecoris doet hè, zonneparken aanleggen. Uh, wanneer kwam dat in beeld? Um, dat was eigenlijk al heel, heel vroeg. Ik denk toen ik 12, 13 jaar was, was ik daar al mee bezig. Um, dus van heel jongs af aan was ik daar eigenlijk al mee bezig. En dan heb ik ook in mijn studies zie dat ook dat ik dat telkens als ik een. een een gespreksonderwerp of een thesis of een, een opdracht moest doen, ja. dat het steeds over die zonne-energie ging. Uh, van in het zesde middelbaar al had ik al een, een hele proefopstelling gemaakt met een, een oud zonnepaneel uh, aangesloten op een, op een ventilator en zo, tot, uh, tot in mijn studies, uh, ingenieurstudies gedaan, waar ik dan um, uh, ja, een beetje uh, na, naast de theorie. Uh, had ik echt nood aan iets heel pragmatisch uh, en ben ik toen uh, um, naar de TU Delft gegaan om een me mee in te, in te schrijven en mee teamlid te worden van het, het nuon Solar Team. Heette dat toen. Ja. Uh, waar dat we met een team van acht, uh, acht mannen een, een zonnewagen bouwden gedurende anderhalf, twee jaar. Om dan effectief ook deel te nemen met een race, eh, de World Solar Challenge, die dan van Darwin tot Adelaide uh, 3000 kilometer door midden van. Uh, de woestijn puur op basis van zonne-energie. Ja. En wanneer ben je Eco's begonnen? Het bedrijf? Want je bent samen met Philip van Hoef. Hè? Dus uh, ja. Philip van Hoef moet ik zeggen. Philip van Hoef. Wanneer is dat opgericht? Dat is opgericht in 2010. En Philip van Hoef, die ken ik eigenlijk eh, na mijn, mijn zonnewagenperiode bij de TU Delft. Um, als enige Belg, toen uh, kwam ik terug naar de universiteit in, in Leuven. En heb ik die mannen een beetje uh, aangestoken. Gezegd van, hey jongens, uh, is het niet tijd dat jullie dit ook doen? En uh, dan is er vanuit België, twee jaar later, een team ontstaan uh, waar Filip van Hoef in uh, deelgenomen heeft. Uh -huh. Dus hij was dan uh, in het eerste Belgische Solar Team. En zo hebben we elkaar leren kennen. En uh, na heel die Solar en zo, toen we... Nou, uh, spraken we elkaar ook en zeiden we tegen elkaar: ooit gaan we samen iets beginnen. Het is een duurzaam product, maar we krijgen het ook nog eens economisch duurzaam. Je had een businessplan gemaakt mm -hmm. uh, en dan samen met een business angel, Guy Koenen, hebben we dan uh, Ecouris uh, opgericht in 2010. Tussen tien jaar. Ja, precies. En in het kort, jullie leggen zonneparken uh, aan, dus met name B2B, dus jullie leggen grote parken aan op daken, op bedrijfsterreinen, op grond. Uh, ja, dat is doen, hè? dus in, in het kort willen we gewoon die, 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 die duurzame energie bij, bij iedereen brengen. Ja. En dat kan uh, bij oom, van oom Bob uh, in een woningcorporatie tot, uh, tot uh, de, de CEO van een multinational of, of van een retailketen ja. uh, tot een boer die ook een bepaalde behoefte heeft of die land heeft. Uh, waarbij dat we telkens door middel van zonne-energie uh, zonnepanelen energie opwekken bij Klanten. Ik wil straks nog iets meer weten over zeg maar, de, de, waar ik hoor is, nou, zeg maar, hoe je je positioneert in de, en hoe dat speelveld eruit ziet en hoe die toekomst eruit ziet. Maar eerst even dat fenomeen zonne-energie. Ik vind het, het super boeiend, maar ik, jij bent de kenner, dus ik wil nu alles weten wat jij weet. Uh, je hebt veel vormen van energie. Hè? Je hebt wind, en je hebt water, en je hebt kern, daar hoor ik ook veel over. Er is veel discussie ook gaande hè, van wat is nou de meest effectieve uh, vorm. Hoe, hoe plaats jij zonne-energie? Jij ja, zult waarschijnlijk zeggen dat is de beste vorm, maar waarom? Nee, het is, het, is, het is niet vlees of vis, hé. het is hmm. niet het ene tegen het andere. Uh, van de hernieuwbare energiebronnen is eigenlijk alles, de meeste toch echt ook gelinkt aan de zon. De zon is, is die, die enorme energiegenerator die boven ons hangt. En daaruit volgt wind, uh, daaruit volgt uh, getijden, uh, andere vormen van energie komen uit die zon. Ja. Dus de, de zon is echt een enorm krachtige bron die er ook is voor iedereen. Is zon alleen de oplossing? Nee, ja. we, we, moeten een, 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 we hebben die energiemix nodig. Ja. Dus, uh, um, en we zitten in die transitieperiode. Uh, kernenergie is daarom niet. Een, 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 een zwarte of een doem-energie. Kernenergie is ook, heeft ons heel veel jaren, en decennia echt vooruit geholpen. Mm -hmm. um, en die is er vandaag ook nog, maar stilletjes aan. Beginnen we met de fossiele energiebronnen, gas, uh, uh, hout of, uh, of, of petroleum of diesel, te vervangen, of kolen ja. te vervangen mm -hmm. door... Die, die, die nieuwere vorm ja. van energie. Dus het is niet of-of, het, het is eigenlijk de verschillende vormen. Het is die, ja. en en het, het is die transitie ook die nu gaat gebeuren. Ja. En solar wordt gewoon het nieuwe olie en gas omdat het zo, zo krachtig is, omdat we technologisch ook zo ver staan en omdat het er elke dag is. Ik had er laatst met iemand over, zat ik in de auto reed langs een weiland en er stond helemaal vol met zonnepanelen en die zei belachelijk. En uh, dat is helemaal niet goed, want die grond die, die gaat achteruit en het is slecht voor de natuur dat daar al die zonnepanelen, het kan geen licht meer bij. Uh, wat vind je daarvan? Ja, ik, is geen, geen, ook, ook dat is niet, 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 niet zwart-wit. We hebben, Daken moeten uiteraard een prioriteit hebben. Daken die zijn er, die oppervlakte staan er. Uh, daar hebben we ook een enorme focus op, vooral voor die hele grote daken van 10, 20, 100.000 vierkante meters. Die, die moeten we gewoon benutten. Daar ja. heeft niemand niemand ziet het. En die zijn er. Maar dat is niet voldoende voor onze klimaatdoelstellingen te halen. Er, moet, er zullen ook stukken grond uh, moeten ingenomen worden. En dan is het de kunst van juist die stukken grond in te nemen die juist... Uh, niet voor iets anders kunnen gebruikt worden, enerzijds. Of, of een beetje een, een duaal gebruik te, te, ervan te maken, waarbij dat je meer doet dan juist zonnepanelen. Wij willen niet zomaar een zonnepark op een, op een heel vruchtbare akker gaan plaatsen. Uh, wij willen juist gaan zoeken naar die plaatsen die niet benut worden, waar het wel kan, die ook... Geen, zo weinig mogelijk impact hebben op het zicht. Die vruchtbare akker, stel dat een boer zich morgen meldt met een prachtig vruchtbaar akker. ik kan me voorstellen dat het lucratief is voor zijn boer. Zeg je dan principieel nee, dat doen we niet, want je hebt een heel mooi vruchtbaar akker. Of zeg je van, nou ja, als jij het wil en het is groot, dan planten we daar zonneparken. Wat, dat, daar moet echt over, over nagedacht worden. Dan, ja. dan gaan wij eerder kijken van oké, okay, we kunnen die zonnepaneel plaatsen, maar kunnen we het duaal gebruiken, kan er ook nog iets anders kunnen er schapen bij. Uh, kan er nog iets van... Schapen tussen de zonnepanelen. Schapen tussen de zonnepanelen. Kan er uh, misschien nog iets, iets van bloemenmengsel of, of kan, er ja. iets, kan er nog iets, iets bij dat het niet ja. puur is om het land... Uh, ...weg te nemen. Ook veel gehoord discussie is het hele subsidieverhaal natuurlijk. Ik weet zelf nog uit eigen ervaring... ...dat ik inmiddels ook weer acht jaar geleden... ...dat mijn buren in één keer langskwamen. Die zeiden, joh, je kan 2000 euro krijgen... ...en dan kun je een paar zonnepanelen op je dak zetten. Ik zei, oh, dat is fijn. En dat hebben we toen gedaan. Oftewel, hoe, hoe, hoe gesubsidieerd is deze sector nog? Wel, ik denk dat daar de overheid wel heel kort op zit. Want uh, wat ze doen is uiteraard een bepaalde subsidie... Om een bepaalde technologie of iets een beetje wat leven in te brengen, zodanig dat die jonge markt wat matuurder wordt. Naarmate dat wij matuurder worden, daalt die subsidie elke rondes, elk jaar, elk half jaar dalen die, die subsidies. Wat een gezonde, gezonde maatregel is. En wat gebeurt er nu? Uh, we komen tot een punt dat die subsidie nul wordt. En wij zijn daar enorm voorstander van. Want dat maakt het. Dat maakt het juist zo, zo eenvoudig. Dat maakt het juist zo, 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 zo simpel. En dat duidt ook aan dat solar de nieuwe olie en gas wordt. Ik hoor eens, hoe, hoe groot is het nu? Uh, nu een aantal. een ja, aantal mensen, of een aantal uh, vierkante meters wat je al hebt volstaan met zonne, weet ik wel uh, waar je Nee, we zijn dus ondertussen al met een, een stuk of 90, 90 medewerkers. Um, en we, we zijn ja, actief in de Benelux. Um, we hebben al uh, ja, honderden megawatts geplaatst. Ja. Um, en we hebben een doelstelling hè, om in 2025 het equivalent te plaatsen van een kolencentrale. Met de slogan van in 2025 sluiten we een kolencentrale. Dat is uiteraard fictief hé, want we gaan die niet actief gaan sluiten, maar wij willen wel de capaciteit van een kolencentrale in zonne-energie uh, installeren. Elk bedrijf is een, een mediabedrijf, zeggen ze ook wel eens tegenwoordig. Als je nou Ecoris zou moeten positioneren, hoe, hoe doe jij dat dan? Well, wij zijn eigenlijk een verticaal, een verticaal geïntegreerde groep uh, van, van, van specialisten, van solarspecialisten. Um, die, die die oplossing willen brengen aan onze klanten. En, en die, die specialismen zijn van het begin van het bedenken mm -hmm. uh, tot het ontwikkelen van, van het project, uh, tot engineering en zo verder naar eventueel financiering, mm -hmm. tot het, uh, het onderhoud van, van de zonneparken of zonneprojecten die we, die we realiseren. En daar proberen we ook hard op in te zetten. Dat is, ze noemen dat ook als een, een turnkey solution provider. Dat zou ik wel een mooie. Het is, het is een je zegt een groep specialismen die eigenlijk het hele, het, het hele proces kunnen begeleiden. Van Klopt, want het, het draait niet meer puur om, om dat zonnepaneeltje die op je nee, dak hebt. Nee. Het draait om veel meer dan dat. Ja. Van het begin van het bedenken tot, 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 tot de ontwikkeling, tot de, het, het optimum te zoeken. De engineering. Mm. Wat is het optimum voor jou? Uh, voor jouw behoefte, tot uh, ook uiteraard het onderhoud, ja. die je wil hebben gedurende 25, 30 jaar. En financiering, wat je ook zegt, ook interessant. En de financiering in functie van de behoefte, dat is, echt een, dat is soms een drempel. Ja. En die drempel moet, moet weg. We willen solar realiseren, want daar geloven we in. En dat is ook, ook echt de toekomst. En daar gelooft de klant ook in. Als financiering een drempel is, geen probleem, dan nemen we ook mee op. Hey, en uh, tot slot als we kijken: nog twee dingetjes die ik nog van jou wil weten. Is um, één even bedrijfsstrategie, daarna nog een stukje innovatie. Maar als het gaat om bedrijfsstrategie, ik zie om mij heen een aantal andere innovators die zich groen profileren. Als zijnde een groen energiebedrijf, of groene mobiliteit. Of in jouw geval, he, noem ik het maar even: groene zonneparken. Uh, hoe, uh, hoe, is de, hoe reëel is de kans dat er straks een klassiek fossiel bedrijf jouw kant op komt en zegt: hé, hey, dat ik hoor eens, uh, inlijven die handel? Dat nou een, weet ik veel, een is of een new one of one of those guys. Hoe groot is die kans? Ja, ze, ze zitten allemaal met een hand in hun haar. Mm -hmm. Olie en gas zitten met een handen in hun haar. Dus zij, zij merken, wij moeten iets gaan doen. Um, en uiteraard, de kans is, is zeer reëel dat, dat zij hier ook op gaan inzetten. En dat gebeurt nu al, hé, mm -hmm. van, 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 van de Eneco's, de ng's Die zijn daar nu al mee bezig. Maar wij, wij, lopen eigenlijk gewoon, wij kijken gewoon naar onze eigen strategie. Wij, wij denken dat we, het gewoon, dat we zelf ons pad moeten volgen en dat we zelf moeten geloven in onze, in onze, in onze visie uh, en zelf die, die impact maken met, met zoveel mogelijk solar te realiseren. Mm. Um, en ik denk dat we dat ook gewoon beter kunnen. Uh, en daar, daar gaan we voor. Hey, en en de, de innovatie, je bent een techie, en wat, wat zijn de belangrijkste innovaties de komende jaren die we kunnen verwachten op het gebied van, van jullie van, well, van zonne-energie? De innovatie, we hebben focus uiteraard op productie, want dat is, dat is het belangrijkste. Je moet eerst zo goedkoop mogelijk en zo groen mogelijk energie maken. Ja. Dus laten we daar, daar echt mee beginnen. En daar zien we dat we eigenlijk veel te snel gaan. Wij als privébedrijf realiseren heel veel groene energie. En dan merk je dat naar innovatie toe uh, capaciteit op het net wordt. wordt een enorme uitdaging. Ja. Um, een opslag wordt vaak overgesproken. Dus dat zijn de innovaties waar dat wij in mee moeten... We, als bedrijf geloven we erin dat we, dat we daar zelf voor moeten zorgen. Dat we niet moeten kijken naar de anderen. Dat we ook niet uh, de schuld of, of, of moeten zeggen dat de netbeheerders niet kunnen volgen. Mm -hmm. Want die zijn er wel echt ook gemeend hard mee bezig mm -hmm. maar wij, wij gaan sneller dus wij moeten daarop innoveren wij moeten zien dat wij onze die energie van de zon zo snel mogelijk op dat net of bij die klant kunnen krijgen mits alle beperkingen netbeperkingen of, of noem het maar op die er zijn dus opslag en, uh, en, en die netcapaciteit beter beheersen, dat wordt een, een belangrijke speler ja. vandaar ook dat voorbeeld dat ik daarnet gaf Waarbij dat we gebruik maken van een, een, een enorme netcapaciteit van een aluminiumsmelterij, om daar niet alleen die aluminiumsmelterij, maar om daar zoveel mogelijk groene energie op te koppelen. Ja. En niet enkel onze groene energie, want er zijn nog andere groene energieprojecten van, van collega's. Dat, dat maakt niet uit, die zitten ook met dat probleem. Maar laten we dat gewoon samen op dat net krijgen. Uh, dat is een van de, van de innovatieve projecten waar we nu hard, uh, hard En gaat energie ooit net zo bewegen als data. In de zin dat ik, uh, weet ik veel, dat we, dat we wereldwijd energie kunnen uitwisselen. Dat is zo'n soort droom voor mij, of, of kan dat nooit? Uh, moeilijker. Mm. moeilijker. Uh, ik denk dat het. Uh, nee. Het zijn geen bits natuurlijk. Nee nee nee, 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 nee. Dus je hebt enorm natuurlijk energieverlies, hoe dat je transporteert. Ja. Hey, uh, uh, ooit een heel groot plan uh, om in de, in, de, in de woestijn in, uh, in Marokko een enorm uh, energieplan te maken om dan die energie naar Duitsland te verhuizen. Maar op zich zit, dat, zit daar wel logica in, maar dat transport is juist zo. zo. Ja. En dat is juist ook de kracht van zonnepanelen. Nee? Ja. Transport is minder noodzakelijk, ja. omdat we, we kunnen op jouw dak zes zonnepanelen zetten. Je kan het direct deel verbruiken, een deel dat je niet verbruikt kunnen we eventueel terugleveren of niet. Maar je kan een installatie van zes panelen, als een installatie zoals we in, in, in Venlo, uh, van ik denk 50.000 zonnepanelen, kan je gewoon kan je bouwen. Het hmm. is uh, dus zo schaalbaar en zo decentraal, zodanig dat, je, dat transport enorm kan verminderd worden. dat is, dat is echt die, die, die kost. Dus produceren wat je nodig hebt, dat is, dat is het efficiëntste. Ik uh, wens je succes in deze uh, absolute groeimarkt uh, de komende jaren. En uh, succes met Ecoris en alles wat je doet. Dank je wel. En uh, dank je wel voor het kijken Dan weer een gesprek hier op 7DTV. Vond je het leuk gesprek? Abonneer je dan op ons kanaal en op onze podcast. Dan mis je helemaal niks meer. Mijn naam is Ronnie Overgoor. Dank je wel voor het kijken. Hoi!